Wie denkt dat de wereld ten onder gaat aan overbevolking, heeft het mis. Hier in de werkplaats ga ik dat misverstand repareren. De Verenigde Naties hebben berekend dat we binnenkort de 8 miljardste wereldburger kunnen verwelkomen. Dat is snel gegaan. Tot aan de industriële revolutie had de aarde nooit meer dan 1 miljard inwoners. Als je ziet hoe snel de mensheid de afgelopen 2 eeuwen is gegroeid, dan zou je kunnen denken, houdt het dan nooit op? Toch wel. Wetenschappers hebben uitgerekend dat rond 2060 we 9,7 miljard mensen hebben en daarna begint de bevolking te dalen. Dat komt omdat er steeds minder kinderen worden geboren. Daar zijn 4 redenen voor. De belangrijkste reden is dat er minder kinderen overlijden. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Vroeger maakten ouders onder andere veel kinderen omdat ze wisten dat ze het niet allemaal zouden redden. Maar omdat de gezondheidszorg wereldwijd is verbeterd, weten ouders nu dat extra kinderen niet nodig zijn. De tweede reden is dat steeds meer meisjes en vrouwen naar school gaan. Ze vinden dat ze er niet alleen maar zijn om kinderen te baren. Door een opleiding beginnen ze pas later aan kinderen en krijgen het daardoor ook minder. Bovendien kiezen meer vrouwen voor een carrière in plaats van kinderen. De derde reden, wereldwijd wonen inmiddels meer dan 50% van de mensen in steden. Niet alleen denken mensen in steden anders dan op het platteland, ze zijn vaak moderner. Bovendien hebben mensen in de stad veel minder moeite met het gebruik van voorboedsmiddelen. En die zijn ook nog veel makkelijker te krijgen. Ook zijn kinderen op het platteland handig voor allerlei klusjes, terwijl ze in de stad moeilijker aan de bak komen. En ten vierde, kinderen zijn dan ook nog eens duur. Tot ze 19 zijn kosten ze eigenlijk alleen maar geld. Naar schatting 250.000 euro per kind. Daarom besluiten veel mensen geen of minder kinderen te nemen. En dit is wat je overhoudt, een klein gezin. En dat kan snel gaan. We zien bijvoorbeeld in Afrika dat het aantal kinderen per vrouw drastisch aan het afnemen is. We hebben bijvoorbeeld in Rwanda onderzoek gedaan naar het ideale kindertal. Nou, terwijl dat vroeger ongeveer 6 was, is op het ogenblik bij de moderne Rwandese vrouw nog maar 3. En dat is het ideale getal. Toch groeit de bevolking van Afrika nog heel hard door. En dat komt door de samenstelling van de bevolking. In Europa is de gemiddelde leeftijd bijvoorbeeld 42 jaar. In grote delen van Afrika is dat heel anders, want verhoudingsgewijs zijn er enorm veel jongeren in Afrika. De gemiddelde leeftijd in Afrika is bijvoorbeeld 19 jaar. En dat betekent dat er heel veel vrouwen zijn in de huwbare leeftijd. En dat ondanks de dalende vruchtbaarheid er nog heel veel kinderen worden geboren. Als je het in een grafiek zet, ziet het er ongeveer zo uit. Door betere zorg daalt eerst het sterftecijfer. Het aantal geboortes blijft nog hoog, want tradities, gewoontes en cultuur veranderen altijd met wat vertraging. Daardoor stijgt de bevolking snel, maar het dalende geboortecijfer zet door. En uiteindelijk ligt het geboortecijfer onder het sterftecijfer, waardoor de bevolking gaat dalen. Ja, we hebben tot nu toe steeds gehad over geboorte- en sterftecijfers. Maar er is natuurlijk nog een andere factor die bepaalt of de bevolking van een land stijgt of niet. En dat is natuurlijk migratie. En die is voor ons eigen land heel erg belangrijk. Van over de hele wereld komen mensen hier naartoe. Omdat het hier goed gaat. Vooral expats, studenten, ongeschoolde arbeidskrachten, maar ook mensen die familieleden achterna reizen. Of oorlog of armoede ontvluchten. Daar kun je voor of tegen zijn. Feit is dat in Nederland de bevolking eigenlijk alleen nog maar groeit door migratie. In 4 weken tijd hebben 490 statushouders een plekje gekregen. Een leegstaand huis. En die wordt nu bewoonbaar gemaakt voor de opvang voor de Oekraïners. De vraag of de wereld ten onder gaat aan overbevolking kan ik beantwoorden met een duidelijk nee. Maar we hebben wel een ander probleem. Stel dat dit rijtje blokjes de wereldbevolking is van dit moment. Elk blokje is 500 miljard mensen. We zitten straks op 8 miljard mensen. Maakt het dan echt zoveel uit als we doorgroeien naar 10 miljard? Niet echt. Het gaat er vooral om wat doen die mensen. Want op 8 miljard mensen zijn er nu 500 miljard auto's. De welvaart die wij zo vanzelfsprekend vinden, komt voor steeds meer mensen binnen handbereik. En natuurlijk hebben ze daar evenveel recht op als wij in het rijke Westen. Maar als straks iedereen bijvoorbeeld een auto kan betalen, als je dat plaatje ziet, dan snap je meteen dat het niet de overbevolking is die de aarde kapot maakt, maar juist die consumptie. Hoi, ik ben Aliet, pedagoog. In de volgende aflevering vertel ik je wanneer je aan de bel moet trekken als je kind een driftbui heeft.